We zijn hier bij kasteel Teylingen. De naam komt van Taglingi. Dit betekent een duintje in paardenstaartvorm. Hierop heeft waarschijnlijk een houten bouwstijl gestaan. U ziet nu een muur uit 1226 en daaraan toegevoegd een toren in 1250. In de loop der tijden vonden veel modificaties plaats. Het kasteel is in bezit van de Nederlandse Monumentenorganisatie en wordt beheerd door de Beheerstichting. Ik ben Hans Brandhorst. Ik ben vrijwilliger bij de Beheerstichting van de ruïne van Teylingen en ik doe rondleidingen.